De werkzaamheden bij de brug over het Saramakka-kanaal hebben geen vertraging ondervonden. Dit benadrukte minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken woensdag voor aanvang van vergadering van de ministerraad tegenover reporters. Hij stelt dat na de oplevering van de brug er verder gewerkt zal worden aan de infrastructuur. De enige update die ik heb over brug Saramakka-kanaal is dat on schedule is. Er is geen enkele vertraging in het project. Dat loopt goed. Laten we hopen dat we voor december de toegang kunnen bieden. Het tweede ding is dat u binnenkort werkzaamheden zullen opzetten langs de weg. De nutsvoorzieningen zullen alvast verplaatst beginnen te worden. En dan hopen we dat we volgend jaar met de weg kunnen beginnen. Noor Mohammed vindt het verkeer te Beekhuizen en in de buurt van de brug in aanbouw niet mag vastlopen. Hij meent dat de politie daarvoor verantwoordelijk is en daarin en zeker een oplossing moet brengen in de lastige situatie.